maandag. Het is vandaag 8 april. Het is de dag na de derby. Het is de dag nadat NEC eindelijk weer eens gewonnen heeft van Vitesse in Arnhem. En dat hoorde je net ook een klein stukje van Rogier Meijer. We gaan vandaag gewoon terugblikken. Veel praten natuurlijk over die wedstrijd. Veel praten over wat er gistermiddag allemaal gebeurde op de Goffert. En natuurlijk ook vooruitblikken op de wedstrijd van komende zondag. Want dan is PEC Zwolle in de Goffert de tegenstander voor NEC. En dat is de generale voor de bekerfinale. Want een weekje later spelen we dan in de Kuip de bekerfinale tegen Feyenoord. Dit doen we natuurlijk vandaag niet alleen in de NEC Update Live. Dat doe ik samen met Nick Rokers, verslaggever. En ben je een beetje bij stem? Beetje. Ja, nee, zeker. We zijn er weer bij. 12 is het van op de stip van Omroep Bergendal. En natuurlijk ook voetballiefhebber en NEC-liefhebber. Dus die heeft gisteren ook genoten, denk ik. Op het puntje van de stoel. Laatste half uur. En we hebben in de studio nog een gast. En dat is Remco Bizantini. Remco, goedenavond. Goedenavond. Ja, eerst maar eens even bij jou beginnen. Remco, jij zat gisteren wel even in het Gelderlandal? Ja. Lekker hoor. Ja, nee, ja, zeker. Ja, jij mocht er dan wel bij zijn. Dus... Ja, beschrijf dat even, want volgens mij is dat best wel bizar. Ja, nou ja, weet je wat het is? Kijk, dit soort wedstrijden staat op zich. Dat weet iedereen. Hè? Daar speel je natuurlijk het liefst met publiek van beide kanten. En ja, zo beladen zoals hij nu is, zeker in het stadion en de competitie waar we nu zitten. Ja, is natuurlijk wel iets extra's, vind ik. Ja. De rest moest ergens anders kijken. Twan, waar heb jij gekeken? Of ja, moest jij het programma presenteren? Nee, ik had het geluk dat ik wel de wedstrijd kon zien, maar thuis voor de buis. Thuis voor de buis. Nick? Ja, ik heb met vrienden in de stad gekeken. Ja. En dat was heel gezellig. Zeker na de 0-1, 0-2 en 0-3. Goed, ja. Laten we even teruggaan naar gistermiddag. Het was 11:15. Toen werd er afgetrapt in het Gelderdoom. En dat klonk zo. Welkom bij Vitesse tegen NEC. En een extra welkom bij RN7. Natuurlijk ook voor de mannen en vrouwen die normaal gesproken links van mij zouden zitten. Links op de uitvak. In het uitvak dat leeg is. Ja, dat is zonde. Maar ja, goed, soms moet je heel even met het verstand gaan redeneren. Niet met het hart. Is dat riskant uitverdedigen door Sherry. Blijft de bal hangen. Redding van Sillissen. Noodzakelijk. Schot van Kozlowski. Dan is daar een schot uit de tweede lijn. Sillissen lost. En dan is de rebound niet besteed aan de recht. Maar grote kans hoor. Stondje Hansen. Hansen, de bal moet naar Hoedemakers. Inderdaad. Rand 16 meter gebied. Hoedemakers. Eerder bij de bal. Hoedemakers. Ja! Daar is de 1-0 voor NEC. Ja, ik kan niet zeggen dat je kon zitten wachten. Want de NEC deed heel lang niet mee in dit duel. Het kwam een beetje op de helft van de Arnhemmers. In de laatste 3-4 minuten. En ja, dan is NEC niet heel veel nodig. Nog steeds Hansen. Oh! Goeie genade. Ja, het schuurt gaat uit. Gele kamer, die neemt hij op de koop toe. Sontje Hansen wegwezen daar bij de cornervlag. Daar moet je niet zijn. Vieren het feestje op je eigen helft. Beetje bij je eigen dugout. Niet bij de supporters van Vitesse in de buurt zijn. Want dan gaat het mis. Want een prachtige goal. De tweede granaat van een speler van NEC achter Ilor Room. Sontje Hansen nog één keer voor de 3-0. Sontje Hansen voor de 3-0. Ja hoor, de ingooi komt dan één keer voor de voeten van Sontje Hansen. En die tekent de 3-0 aan namens NEC. Is het afgelopen? Gaan de handen bij NEC Bank om in de lucht in en zegt Rogier Meijer: jongens, kom gauw naar binnen. Laten we niet wachten tot de gezeur en de gedonder komt. Welkom bij... Ja, dag, tot de gezeur en gedonder kwam. Gelukkig bleef dat uit, Twan. Ja, dat was maar goed ook. Althans, in de laatste fase van de wedstrijd was er toch aardig wat politie blijkbaar beschikbaar in het Arnhemse. En dat was nodig omdat ze het met elkaar aan de stok kregen. Dus ik denk dat het wel verstandig was dat de spelers zo snel mogelijk naar binnen gingen. Ik zag Moesloe ook de teammanager zorgen dat ze niet te lang op het veld bleven hangen. En volgens mij een heel leuk feestje vierden in de kleedkamer. Maar goed, Remco, ja, het was alleen niet echt best, hè? Zeker de eerste helft niet. Nee, dat klopt. Maar ja, goed, nogmaals, in het stadium van de competitie gaat het gewoon om winnen. En... ja, wat ik bij NEC wel zie, zeker de laatste 2 maanden, dat ze toch wat trekjes vertonen van een absolute topclub, wil ik niet zeggen. Maar wat je vaak bij topclubs ziet, hè, dat je bepaalde wedstrijden niet per se hoeft te domineren vanaf het begin. Maar dat je toch wel weet van jezelf, van je eigen kracht, dat je die kansen wel krijgt en op het juiste moment toeslaan. En ik denk dat ze dat tegen Vitesse ook gedaan hebben. Want als je eerlijk bent, als je inderdaad de eerste helft, of tenminste de eerste helft, eerste kwartier, tweede helft,
dan kom je natuurlijk goed weg. Maar de routine die erin zit en de speelstijl die ze spelen, zich niet gek laten maken door bepaalde dingen. Zelfs na die eerste mogelijkheid van Vitesse en die fout van Nuiting. Ja, ze bleven toch wel alert op wat er komen zou gaan. Maar je ziet wel dat ze... Dat er iets in zit van wat men weet van de spelers zelf ook. Ja, die kansen krijgen we wel. En ja, je krijgt er 2-3 en ze liggen er wel in. Ja, dat want veel meer creëerde NEC ook echt niet. Nee, maar ja, goed, maar het gaat wel om effectiviteit. En kijk, je kunt 100 kansen creëren en 99 missen. Maar je kunt er ook 3 creëren en 3 maken. En dat is het geval wat er nu is. Kijk, dat is ook bij de vorige wedstrijd in Fortuna. Hetzelfde idee. Kijk, ook geen hele goede wedstrijd, maar wel weten waar je mee bezig bent. En dat vind ik wel heel knap in hetgeen waar ze nu mee bezig zijn. Maar denk je dat het gisteren heel bewust was van laat Vitesse maar uitrazen? Of zat er het eerste uur ook niet veel meer in? Nee, natuurlijk niet. Kijk, die gaan natuurlijk ook naartoe om ze vanaf de eerste minuut bij de strot te pakken. Maar je hebt er ook een tegenstander voor nodig. En Vitesse heeft dat heel goed gedaan in de eerste kwartier van de wedstrijd. En ze moeten ook wel, want je moet iets tegen NEC. En dat kun je alleen maar door omhoog druk te zetten, volle bak erin te gaan, elke inspeelbal kort zetten. Nou, dat hebben ze prima gedaan. En ik vind dat NEC daar ook goed mee om is gegaan in die zin. Ze zijn natuurlijk wel goed weggekomen. Als je met de ene achterstand, dan wordt het misschien iets anders. Maar je weet, ze creëren kansen. En de kansen die ze creëren, daar hebben ze ook spelers voor die vanuit het niets iets kunnen. En dat is wel de kracht van NEC. Ja, jij had het net over effectiviteit. Maar voor mij heeft NEC in de hele wedstrijd 7 schoten gelost. Maar van alle 7 op goal. En dat, als je dat naast Vitesse legt, die hebben er voor mij 17 op doel. Of überhaupt geschoten, waarvan 6-7 op doel. Ja, er waren er, die haalde de cornervlag niet eens. Ja, dat... Nee. Je ziet maar gewoon hoe laag het scorevermogen daar in Arnhem is. En bij NEC is gewoon de helft raak. En dat is uitstekend gevoetbald. En dan is inderdaad, wat jij zegt, die effectiviteit. Ja, dat is wel zo'n topploeg kwaliteit. Hè? Weinig kansen hebben om veel doelpunten te maken. Of überhaupt een doelpunt te maken. Oh, dit zie je alleen, naar mijn mening, bij ploegen die weten waar ze mee bezig zijn. Kijk, ja. De top 4 laat zich ook soms niet gek maken in bepaalde wedstrijden. En NEC had dat in het verleden misschien wel wat meer. Maar je ziet nu gewoon ook de stabiliteit die erin zit. Ja, er gebeurt elk moment van een wedstrijd, kan er iets gebeuren of kan het omslaan. En ook, je hebt natuurlijk ook wisselgeld. Hè? Er zit ook een fantastische bank, die jongens die erin komen. Maar al viel dat gisteren nog wel een beetje mee of tegen. Nee, maar goed, je snapt wat ik bedoel. Ja, kijk, als je wisselt, dan word je niet minder. Je bent gelijkwaardig of je wordt zelfs beter. En dat extra stukje impuls wat je kunt geven in een bepaalde fase van de wedstrijd, ja, daarmee maak je je ploeg eigenlijk, of je club eigenlijk, op een bepaalde kwaliteit waar ze nu zitten. Ja. Iemand wie gisteren weer een positieve zin ook opviel, dat was ook bij Fortuna. Hij zegt, ik ben nog niet op mijn niveau waar ik wezen wil. Jasper Cillessen, want die hield toch ook weer een paar goede ballen eruit, hè? En dat was bij Fortuna natuurlijk ook al, dat hij daar erg belangrijk was. Ja, je ziet hem nu echt weer sowieso de ballen pakken waarvan je denkt, een beetje fatsoenlijke keeper, die heeft ze gewoon. Er gaan geen ballen meer in waarvan je denkt van ja, het is geen fout, maar het was wel lekker geweest als hij hem had. En ik denk dat hij ook wel een paar ballen pakt waarvan je denkt van nou, daar houdt die NEC wel in de wedstrijd in die fase. Ja. Ja. Dus dat is wel lekker. Ja, want bij Fortuna, anders kom je daar gewoon op 3 of zelfs al 4-0 achterstand. En dan is die wedstrijd wel gespeeld. Ja. Daardoor pak je daar nog wel echt een punt. Ja, maar dat was gisteren ook. Ja. Precies hetzelfde. Ja. Kijk, en die lijn, dat is precies hetzelfde wat ik bedoel, hoe NEC op dit moment speelt. Nou, die lijn wordt doorgetrokken. Bij Jasper Cillessen is het ook geen eendagsvlieg dat het een keer goed is en dan 2 wedstrijden minder. Nee, er zit echt een lijn in. En ja, zoals gisteren ook natuurlijk. Ja, hij pakt ook een bepaalde ballen. Zo pakte Eloy Rome natuurlijk ook 2-3 hele goede momenten. Ja. En die strijd die NEC tegen Vitesse heeft, hebben ook de keepers onderling gehad, lijkt het wel. Maar ja, ik vind het wel heel erg knap, moet ik zeggen. Nou was de eerste helft slecht. Maar toch wil ik er eventjes 2 wel even benoemen wie mij echt tegenvielen. Nou, 1 die werd ook gewisseld, dat was Nuiting. Ja. Ja.
Ik maakte van de week nog de opmerking tegen Rogier van hij is ziek. En dat was allemaal fake nieuws richting Arnhem. Maar hij was dus inderdaad wel echt ziek. Ja, en hij niet alleen volgens mij. Hè? Zijn familie speelt ook wat met zijn kinderen, geloof ik. Ja, hij is natuurlijk net vader geworden. Precies, dus, en ik weet dat hij met de vorige keer ook dat hij moeilijk dan in slaap komt. S'nachts als die kleine aan het jengelen is. Wat ook wel begrijpelijk is. Maar die zat er toch echt totaal niet in. Nee, dat was die ene assist die hij gaf, zeg maar. die was te maken, zou je denken, voor een gemiddelde Vitesse-speler toch? Ja, hij zei ook op social media van het was gewoon te veel. Ja, het was te veel. Ja, en op het veld te weinig. Ja, dat zeker. Ja. Nee, ja, hij was gewoon te ziek, denk ik. En ja, maar dan zie je het ook. Ja, of hij kon ook niet anders. Maar dit is volgens mij ook wel een beetje het verschil met de Rogier Meijer wie we in het begin zat. Hij wisselt gewoon, punt. Ja. Het bevalt me niet. Ik wissel hem. Ja, en dat heeft nou natuurlijk een paar keer gezien. Is gegaan, of hoe ze het gedaan hebben, maar dat in ieder geval keurig opgelost volgens mij. En dan, dan ook niet denken, hij is vandaag mijn aanvoerder en mijn routinier, ik laat hem staan. Nee, gewoon roster op. En die speelde wat mij betreft een prima tweede helft. Ja. Dus daar hoef je ook niet, wat jij al zegt Remco, je hoeft niet heel erg zenuwachtig te worden als je moet gaan wisselen. Dan val je niet meteen terug. Nee, maar goed, ja, sowieso. Kijk, ik zie ook veel trainingen en ik zie ook hoe die jongens met elkaar omgaan. En ja, je hebt het net over Rogier, maar op dat punt ben ik het niet helemaal eens. Want Rogier heeft altijd wel zijn mening en zijn beslissing op iets. Alleen, ja, nou valt het kwartje natuurlijk de goede kant op al gedurende een x-aantal maanden. Maar als je ziet wat de jongens voor elkaar over hebben ten opzichte van elkaar en ook in het veld. Of een uiting nou speelt, ja of nee. Kijk, ik zag geen verschil gisteren. Integendeel, kijk, als je die Sandler achterin hebt staan, ja, dan durf ik er ook nog wel naast te staan. Even voor snap wat ik bedoel? Nee, even zonder die had alleen bij Fortuna een beetje een off-day. Ja. Dat was niet zijn beste wedstrijd. Nee, maar dat kan gewoon. Nee, maar dat kan gewoon. Kijk, dat is met Nuitum precies hetzelfde. Kijk, en dat bedoel ik in die volwassenheid die in die ploeg zit. Hè, als je daarover effectief hebt of dat je weet dat je toch die kansen wil krijgen. Zo weten ze ook van nou, als Jantje, Pietje of Klaasje speelt, wij spelen ons eigen spel en we knappen voor elkaar bepaalde dingen op. En dan zie je dat je gewoon tot een resultaat komt. Zonder dat je een hele wedstrijd heel goed speelt. Want soms loop je op straat en dan hoor je natuurlijk mensen. En soms kun je ook niet meer verliezen. Ja. Dat is natuurlijk ook weer een ander verhaal. Hè? Ja. Kijk, je bent gewoon NEC en je doet het fantastisch. Maar je zult ook een keer gaan verliezen. Maar tot nu toe heb je natuurlijk fantastisch gedaan. Ja, die andere speler trouwens wie mij een beetje negatief was Pereira, Brian Pereira. Oh, dat vergeet je er nog geen. Ik dacht Lars. Ja. Lars, ja, maar die benoem ik al niet eens meer, want die viel mij helemaal niet. Ik had niet het idee dat die speelde. Zijn normale niveau, ja. Ja, wat ik zo gek daaraan vond. Ja, maar toch vond was ook weer goed voor NEC natuurlijk, want als hij staat en daarna komt zoontje Hans en dan gebeurt er wel iets. Ja, gaat zo nog even. Nee, maar ik vind het altijd heel lastig om spelers op een negatieve manier in het daglicht te zetten. Want er zit ook vaak een verhaal aan waarom iemand speelt. Er zit ook een heel trainingstraject vooraf waarom iemand speelt. En niet elke actie kan de juiste actie zijn. Remco, hij speelde echt. Ik heb hem geen bal goed zitten. Dat schot Lars van hem. Dat was, dat zijn schot. Dat was gewoon een warming-up schot. Daarna heb ik hem alleen maar ballen van zijn voeten in laten stuiteren. Hij had geen actie in huis. Nee, maar ik bedoel in zijn totaliteit. Kijk, een Nuiting kan een keer slecht spelen. Of een Sandler kan een Fortuna een keer slecht spelen. Maar over het geheel, ik praat altijd over het geheel van een elftal. En wie voor elkaar op dat moment wat dingen op kan knappen. Ook als iemand in een mindere wedstrijd of een mindere fase speelt. Ja, en dat zie je bij heel weinig clubs. Kijk, bij een andere club zou je deze wedstrijd verloren hebben met 3-0. Ja. Nou, ik bedoel, en bij NEC gebeurt het niet, omdat je gewoon zoveel voor elkaar over hebt en ook misschien je accepteert mekaars kwaliteit en als de ene wat minder is, ja. Anders had je de eerste helft misschien wel met 3-0 achter gestaan. Nee. Als je het als team had laten lopen. Nee, maar ik hoor wat je zegt, alleen ik heb het nu even over de individuele kwaliteit van Lars Holderlarsen. En dat vind ik eigenlijk al het hele zoet, maar ik vond het afgelopen zondag in het kwadraat, vond ik het veel te weinig. En gewoon, hij komt daarin denk ik gewoon tekort. Nee, dat het minder was, daar ben ik wel mee eens. Okay. Alleen in de totaliteit zie ik hem er toch graag bij. Maar Twan, is het een stelling terecht als ik nou zou zeggen, Pereira, goede verdediger, maar geen goede voetballer aan de bal, om het zo maar te zeggen? Ja, nou, ik denk dat Remco daar misschien nog wel meer verstand van heeft. Maar ik vind wel dat hij heeft wel snelheid. Hij kan snel langs die lijn opstomen.
Maar ja, om dan ook nog een goede voorzet te geven, heeft Dumfries ook lang over gedaan. Ja. Ja, is in eerste instantie is denk ik het belangrijkste dat je tegenstander uitschakelt. Nou, dat doet hij met die Kozlowski redelijk voor elkaar. Die werd ook gewisseld. Ja. Maar ik leek er op een gegeven moment op de sturing iedereen nog maar een wedstrijdpremie wilde laten halen, geloof ik. Maar, als ze dat kunnen betalen. Ja, ja. Ja, dat is een ander verhaal. Wow. Dan maar even naar de positieve dingen, de doelpunten. Want ja, daar was hij dan toch in één keer onze Mees Hoedemakers. Dat was zijn eerste doelpunt voor een eredivisie doelpunt. Ja. Prima doelpunt. Zo. Toch? Nam die goed mee. Was je er toen nog, Remco? Nee, maar het is ook gewoon een geweldige speler. Hè? Ja. Een brok dynamiet. Het is een box-to-box speler in mijn opinie. Hij blijft maar lopen, blijft maar gaan. Maar hij heeft ook het neusje voor de ruimtes waar hij in moet duiken op het moment dat. En niet toevallig deze wedstrijd hoor. Want dan komt hij ook prima in die voorzet lopen van Hansen. Maar hij nam die bal heel mooi mee. Hè? Die eerste aanname die zorgde eigenlijk voor dat team zo af kon werken. Ja, kijk, hij is ook wel snel. Als je hem ziet lopen op het veld, is het net een hinde. Hè? Snap je? Ja, heel rustig lijkt het. En het lijkt allemaal heel makkelijk te gaan. Maar hij loopt zo verschrikkelijk goed. Ook alle gaten dicht. En hij sluit de linies mooi op van middenveld naar de aanval. Ja. En nou komt hij te scoren. Ja, dat vond natuurlijk het viel hem op. Eerste, geloof ik. Ja, jij was ook in het stadion, Maurice. Het viel hem op dat toen hij scoorde, dat het in één keer dood viel helemaal in het stadion. Je verwacht dat er een uitvak ontploft of dat er iets gebeurt. Maar het werd in één keer muisstil. Hè? Ja, maar dat was de genadeklap. Want dat is ook iets wat ik gisteren gezegd heb. Of ook in mijn NEC-update. Het ging gisteren ontzettend veel over Soontje Hansen. Maar dit doelpunt was eigenlijk het belangrijkste. Want daarmee was het voor hem. Ik vind het zo'n rustige jongen, die Mees Hoedemakers. Ja. Ik heb altijd wel eens idee, heeft hij genoten van de wedstrijd? Heeft hij genoten van zijn doelpunt? Ja, ik denk voor zijn manier dat hij hier nogal uitbundig was. Maar in het veld, daar heeft hij wel die rust ook. En dat is natuurlijk wel ontzettend lekker als je op de positie speelt waar hij staat. Je maakt hem niet gek. Nou ja, de helemaal terecht wat je zegt. Het is een van de belangrijkste posities. Hè. Als je de as goed hebt in mijn visie, dan ben je een heel eind. Hè. Dan begin je bij Jasper Sillissen, dan heb je een Sandler, dan heb je een Hoedemakers, hè, en dan heb je onze Japanse spits. Ja. Nee, ik snap wat ik bedoel. Dus, ja. Maar hij speelt alsof hij er al jaren speelt. En iemand wie het ook goed nu op dit moment, die geen basisplaats normaal heeft, Robert González. Vult zijn rol ook goed in. Hè? Ja, ik sprak hem afgelopen vrijdag in de NEC-update. Heeft hij ook erg naar zijn zin? Hint er een beetje naar van dat hij volgens mij best wel graag nog een jaartje wil blijven. Dat is toch niet helemaal zeker. Want er ging ook gerucht dat hij wel weer weg zou willen of zo. Of dat hij het niet naar zijn zin, dat hij het juist niet naar zijn zin had. Nou ja, goed. Die indruk maakte die op mij in ieder geval niet in mijn interview. Nee, maar goed, hij zal bij jou denk ik ook niet zeggen. Want ik vind het helemaal nee, ruk hier. Nee, oké. Maar ja, je proeft toch wel een beetje. Ik zag hem zaterdag ook bij de training. En als hij dan na de wedstrijd terugwandelt en hoe ze met elkaar bezig zijn. Ja, ik heb niet die indruk daarin. Dus, en ik zag gisteren zie ik ook die groep bij elkaar staan daar. Dus ik heb niet de indruk. Nee, oké. Maar bij een binnenteam voetballen is natuurlijk altijd leuk, toch Remco? Sowieso, maar ja goed, dan ga ik weer even terug. Kijk, als je maanden terugkijkt, was het een iets andere situatie. Zeker. Maar ook toen hebben ze zich de rug gerecht en zijn ze bij elkaar gebleven. Dus anders kom je ook niet tot deze prestatie, want anders was het toen al geklapt. Ja. Ik bedoel, dus in die situatie heb ik ook veel gezien en zie je ook dingen onder elkaar. Maar als ik dan de staf bekijk, goede staf. Zo met een Stefan met name, die gewoon ook, het is ook een verbinder. En je ziet hem niet, maar het beweegt allemaal door elkaar. En dat is de kracht, vind ik, ook van zo'n staf, maar ook voor de jongens ten opzichte van waar ze nu staan. Ja. Want zo'n speler die niet alle wedstrijden speelt als González, ik denk een beetje de 12e man of zo, die er toch een stuk of 9 al in heeft liggen. En volgens mij nooit, je hebt nooit last van hem. Hij levert. Absoluut. En ik vind dat hij hard werkt. En dat heeft hij ook met Fortuna. Ook weer een doelpuntje. Toch belangrijk. Ik vond ook tegen Vitesse ook nog veel wel oplossen daar. Dus, Hij krijgt ook gewoon zijn speelminuten. Hè. Dus, zeker. Laat het duidelijk zijn. Het is misschien niet iedere keer dat hij een vaste basis heeft. Maar en daardoor kun je leveren. Kijk, het is een ander verhaal als je 4 wedstrijden niet speelt. En je speelt een keer een half uurtje. Maar hij knokt zich in de trainingen. Hij verdient zijn plaats. In de wedstrijd zijn invalbeurten of basis of invallen. En hij geeft ontzettend veel terug naar NEC toe, denk ik. Dan even over die andere speler. We hadden hem eigenlijk al afgeschreven.
We hebben hier in de podcast ook vaak over Zoontje Hansen gesproken. Er zijn nog iemand, hij moest een keer volwassen worden, want hij moet op tijd naar bed, hij moet op tijd eten. Hij zat twee keer niet bij, of een keer niet bij de selectie, maar hij speelde niet. Ja, bij Jong Oranje een beetje onduidelijk. Ziek, wat er was er nou allemaal aan de hand? Maar tegenover mij zit ook iemand die zei van ja, maar ik weet gewoon, die jongen heeft kwaliteit en dat komt gewoon wel een keer. Hebben we dat gisteren gezien? Ja, dat heb je verteld. Ja. En dat heeft niks met zijn huiskleur te maken. Of nee. Nee, maar zonder alle gekheid op een stokje. Maar, nee, maar kijk, dat is wel zo'n speler waar we vorige keer ook al over hadden gehad. Kijk, hij komt natuurlijk van de Ajax. En dan is het natuurlijk wel een verschil. En dan kom je in een mannencompetitie. Moet je iets anders voetballen. Dan krijg je iets meer weerstand. En dan dat je moet aanpassen. Oké, Alaa, dan moet elke speler. Maar kijk, dat is ook weer zo'n typisch zo'n speler. Met een bepaalde kwaliteit, waar je dus gisteren ook weer kunt zien, waar we het net over hadden. Kijk, op het moment dat je minder speelt, is hij wel zo'n type speler die vanuit het niets iets kan creëren, iets kan doen. En soms oogt het wat anders als dat we misschien wel willen. Maar ja, ik vond het gisteren in zo'n beladen wedstrijd. Ja, dan het is maar één wedstrijd. Hè. We praten niet over die wedstrijd achter elkaar. Maar wat ik vorige keer gezegd heb, dat zie je nu wel weer terugkomen. Ja. Ja, maar ik kwam ook echt wel op het juiste moment. Hè? Want fans en supporters waren wel een beetje klaar met Zoontje Hansen. En nu maak je natuurlijk onsterfelijk op het moment als je twee keer scoort in Arnhem. En ook nog eens een keer de assist geeft voor die eerste. Nou ja, dat is sowieso lekker. Dat is voor elke speler lekker. Kijk, het voordeel voor hem is, wat ik heel mooi vind, hij is zelf heel kritisch. Ook op zichzelf en altijd met voetballen bezig. Maar het verschil, nogmaals, met Jong Ajax naar NEC, daar moet je even aan wennen. Maar aan waar die, want jij zegt, hij is altijd met voetballen bezig en toch hoor je ook wel eens verhalen om hem heen die anders vertellen. Jawel, maar dus zo kan ik nog heel veel verhalen vertellen over verschillende spelers. En, kijk, maar wat zou dat zijn dan? Nee, maar kijk. Over hoedemakers, daar hoor ik zo'n verhalen nooit. Ja, maar ik vind dat je ene speler niet met de ander kunt vergelijken. Dat geldt precies zelfs voor de backs waar we het over gehad hebben. Als je Bart Verrooy bekijkt, is ook een andere back. Zeker. Ja, maar ik zou ook niet graag tegen de Pereira, snap ik bedoel, die kom ik ook niet graag tegen. Maar het zijn twee verschillende jongens. Maar ja, je moet het gevoel en je hart op de juiste plaats hebben. Maar wat ik wel weet van Zoontje Hansen, die voetbalt echt met zijn hart. Die is daar echt mee bezig. Maar je kunt hem niet vergelijken met een hoedemaker. Nee, je is daar weer anders mee bezig. Ja. Nee, maar hij kwam natuurlijk wel naar NEC en heeft hij ook al een paar keer uitgelegd in de media van ja, ik moet ook een beetje mijn plezier weer terugvinden in het voetbal. Ja. Dus dan ben je in mijn ogen ook met andere randzaken vaak bezig. Waardoor je niet zo snel op je niveau komt. Waar die eigenlijk wel moet zijn. Ja, maar wat is plezier? Kijk, als je dit zegt, dan denk je al gauw van hij loopt elke dag in een discotheek. Hij moet plezier hebben in het leven. Maar voor iedereen is dat anders. Ik ken ook spelers die moeten altijd maar muziek. Die hebben altijd een koptelefoon op. En dan heb ik een bespreking. En er zijn er ook vijf die willen liever in een hele rustige omgeving zich concentreren. Is het ook een jongen... zijn familie is heel belangrijk, weet ik. Is het ook een jongen wie daar ook heel veel naar luistert? En ook daardoor ook wel op... Ja, ik bedoel het rechte pad, maar ook daar ook wel de focus. Die zeggen, jongen, focus daar nou op. Nee, geen randzaken. Wat hij heel goed doet. En kijk, ik ken nogmaals ook met de nationale ploeg heb ik hem jarenlang gesproken. En destijds gevraagd ook. En ja, dat was het ook. Ja, kan ik overleggen met mijn familie en mijn zaken waarnemen. Nou, allemaal top. Snap je dus... Dat wil voor mij zeggen, hij neemt geen beslissingen die er niet toe doen. Dus hij wil echt wel een weloverwogen beslissing maken om. Zo is hij ook naar NEC gegaan. Zo wil hij ook graag spelen. Alleen het verschil met bij Jong speel je natuurlijk tegen en met jongens waar je 90% de bal hebt. En hier ben je begonnen bij NEC waar je eigenlijk niet het tegenovergestelde hebt, maar wat je wat meer in een duel komt. Wat je wat meer mannelijk moet spelen. En ja, dat heeft hem tijd gekost. Ja. Ik wil het laten, want het is gebeurd en we gaan het niet over hebben. Ik wil namelijk even naar wat daarna gebeurde. Pothuizen, wat bedoelde je? Doe ik zo nog even na. Wat daarna gebeurde, NEC wint van Vitesse. De wedstrijd wordt uitgespeeld en er ontstaat een volksfeest. Ik sta er één keer in, jullie maken hem over. Nooit meer naar Arnhem.
gebeurde. Het was wel. Het was een waar volksfeest. Ik zei net buiten de uitzendingen, voordat we begonnen, even, het leek wel of even alles even samenkwam en alle emotie en alle dingen van de afgelopen tijd er even uitkwamen. Wat denk jij, Remco? Want vooral de technische staf en hoe de spelers daar staan. Ja, nou ja, goed. Ze hebben wel natuurlijk wel een paar momenten gemist dit jaar om zoiets te vieren. Ja. Door een goede prestatie van NEC. Maar ja, kijk, je merkt het gewoon aan aanloop van alles. En dat heeft de 21 april natuurlijk ook mee te maken. Als je de hele berg bekijkt waar je tegenop hebt gebokst. En uiteindelijk, dit is gewoon een finale voor de finale. Zo zie ik het. Ja, dan leeft iedereen mee. En je mag niet naar het uitvak of je mag niet als publiek bij de wedstrijd zijn. Nee. En dan drinken ze een pilsje om de hoek en dan spreken ze met elkaar af. En dan krijg je... Ja, dit voelde voor mij zo Zuid-Amerikaanse taferelen. Snap je? Zodat je zeg maar, in zo'n voetballand, zo'n voetbalstad, en zo voelt dat. Dat je zo binnenkomt en er staan een paar duizend mensen die je daar bejubelen. Ja, ja, ik vond het ook mooi. Ik stond er ook tussen, zeker hoor. Ik bedoel, je bent toch altijd een beetje fan, maar... Ik moet ook zeggen, ik vond het ergens ook een beetje misschien te veel. Een beetje gênant, zei ik net nog. Ik bedoel, weet je, ja, je wint van Vitesse. Nou, even als je het even wat genuanceerder kijkt. Vitesse staat 17. Hebben er wel meer van gewonnen dit jaar. Nu 18. Ja, maar ik bedoel, je had, als je nou niet had gewonnen, was het echt schandalig geweest. Zeker als je nu de wedstrijd ook hebt gezien. Maar daarom denk ik ook van, het lijkt wel of alles eruit kwam. Ja. Want ze hebben de finale gehaald. Dat is niet, ze hebben ze niet zo'n onthoud gehaald. Want het kwam, ze kwamen een dag later terug. Ja, iedereen moest zelf werken. Dus, wel, hè? Nee, dat klopt. Maar dat was ook voornamelijk om die rust natuurlijk te nemen. Omdat er alweer een gelijke wedstrijd tussen stond. Je speelt vorige week je wint van PSV. Ik denk niet dat er dit seizoen nog een andere club gaat winnen van PSV. Dus dan doe je echt een goede prestatie. Toen moesten ze gelijk naar huis, want Fortuna stond toen alweer op het programma. Ja, ik heb al die dingen komen nu even samen. Dat idee had ik gewoon. Ja, nou, dat zou zeker kunnen. Ja, en er zit toch wel druk op, zeker van de fans, dat er al 12 jaar volgens mij niet gewonnen was. Nee, dat was wel het moment om het te doen. Voorlopig kan en het de laatste weer. Derby misschien wel. Dus alles was belangrijk om deze wedstrijd te winnen. Dus ik denk dat dat er ook een beetje uitkwam. Hè. Ik bedoel, je hoort het hier nooit meer naar Arnhem. Dat gevoel overheerst ook van, we moeten nog één keer winnen. Ja, en het was ook een beetje Zuid-Amerikaans weer, hè? Als het pijpenstelen alles was goed. Wat ik ook zag, en jij kent hem misschien dan iets beter, ik zag een Rogier Meijer, wie ik normaal niet zie. Nee, maar ik zie het niet achter de schermen, dus ik zie het niet als wat er gebeurt in de kleedkamers, maar ik zag hem daar, dat ik dacht van, oké. Nou, laten we vooropstellen, Rogier is een absolute vakman. Een vakman die gewoon alles voor over heeft en alles uit wil halen. Maar ja, goed, we hebben het net over presteren, dan moet je ook leven. Ja. En soms zijn er momenten dat het kan en soms zijn er momenten dat je misschien op de vlakte moet houden. En nogmaals, dit voelde als een volksstadsfeest. Wordt hij dan meegezogen daarin dat hij misschien niet altijd het idee had van ik ga nu zo mijn moment even pakken? Ja, hij wordt natuurlijk ook door Wilco daar neergezet, hè? Want het is niet iemand wie gelijk die microfoon pakt. Wilco, die kan natuurlijk als geen ander. Nee, maar ik denk dat Rogier dat perfect aanvoelt. Want kijk, ook al wat zoontje Hans ook zegt, na de wedstrijd de Vitesse, dan was het redelijk gelaten in de kleedkamer. En dan komt hij binnen, vuist op de tafel en van jongen, we hebben gewonnen en dan begint dat feest. Ja. Dus dat heb je als mens en als ploeg en ook als trainer heb je dat nodig. Dit zijn geluksmomentjes die je moet koesteren en zeker ook moet pakken. En was er ook iets dat hem van hem afviel, dat hij gewoon kenbaar kon maken van ik blijf? Ja, dat idee had ik wel. Dat ook even dat hij denkt, ik kan nu zeggen van... Voor de wedstrijd hinten die er al een beetje op bij ESPN. Kom daar straks maar voor terug. Ik weet niet of hij het verteld had als ze met 3-0 verloren hadden. Nee. Denk het ook niet. Nee, dat denk ik niet. Dus volgens mij was het moment daar. Dit was het moment, hij kon het vertellen en dat... ik had het idee dat hem dat ook opluchtte. Ja, het zou kunnen. Maar ik vind, gezien de wedstrijd en gewoon wat jij net, Maurice, net al opratelt. De hele PSV en Fortuna toch winnen. En dan Vitesse, belangrijke wedstrijd voor mensen van het jaar hier. Is het goed dat hij blijft? Ja, we hebben er al vaker over gehad. Volgens mij waren we het allemaal wel over eens. Het is eigenlijk heel goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat die stap maken ook goed is. Als je mij aan het begin van het seizoen gevraagd had, had ik misschien wel gezegd van, na seizoen of 4 het lijkt wel of een beetje de fut eruit is. Maar als je nu dan toch ziet wat hij presteert, wat hij neerzet.
Nooit in paniek raakt. Dat heeft Remco al wel gezegd. Altijd zijn plan volgen. Dat is denk ik een enorme kwaliteit. En het feit dat, dat ik denk dat die trainer tegenwoordig, als je dat als vast baken ziet, want ik vrees dat er volgend jaar zomaar 8 nieuwe basisspelers staan. Dus ja, voor hem is het volgens mij gewoon een nieuwe klus volgend jaar. Ja, maar dat ligt er denk ik ook aan, hebben wij ook vaak gezegd, hè, wat dit seizoen nog gaat brengen. Kijk, als je nou die beker wint, of je wordt vijfde, of je wint de play-offs, we hebben nog 3 opties om Europa in te gaan, dan zullen er ook wel jongens blijven. Daar ben ik wel van overtuigd. Dat is misschien wel zo verdonken die misschien de stap wil maken, die dan toch zegt, ja, als ik hier toch een half jaar... Dan nog een jaar. Ja, waarom niet? Weet je, of zo'n Sandler, een Dirk misschien. Maar de trainer zelf ook, hè? Die kan dan misschien ook zich op een Europees platform laten zien. Terwijl die anders misschien, weet ik waar, in Doetinchem weer een iets gaat bouwen of zo. Maar, Nou, ik denk niet dat hij daar dan naartoe was. Nou ja, of je moet gewoon ook heel reëel zijn dat de club naar boven er ook gewoon nog niet is. Nee. Zich nog niet heeft gemeld. En als je nu plek 5 staat... Ja, je kunt wel naar Ajax gaan, maar ja, die staat onder je. Ja, toch? Dat is wel, is wel een hoop. Kleine club. Daar, denk ik. Klein clubje maar. Klein clubje. Wat denk jij, Remco? Jij kent hem wel een beetje. Hij voelt zich volgens mij ook echt thuis hier nog. Volgens mij Goed. Gaat hij elke dag nog met een brede glimlach, rijdt hij hier naartoe? Nee, daarom zeg ik. Ik bedoel, dit is geen eendagsvlieg. Die, zoals ik hem ken, vanaf de eerste dag, zoals hij nu ook. In zijn hele beleving naar wedstrijden toe, op het veld. Maar goed, ik had al veel eerder bijgetekend wat dat betreft. Kijk, dat zei je toen ook. Je hoorde ook mensen zeggen van ja, maar ja, dit is het hoogtepunt en dan zou ik stoppen. En, maar ja, het moment voor een trainer komt toch altijd een keer. Hij komt toch een keer ergens aan de beurt. Die ervaring heb ik ook gehad. Of je nou daar staat of onderaan staat. Maar waarom zou je dan niet bij zo'n mooie club blijven? Dus wat hij gisteren deed, was dat misschien ook wel een beetje een bewustje naar het publiek zo van nooit meer naar Arnhem. Want daarmee weet je gewoon van gaan de supporters, dan scoor je natuurlijk enorm. Ja. Of zou hij zich een klein beetje hebben laten opnaaien door iets? Ja. Ik betrap hem namelijk nooit op dit soort dingen, op gekke uitspraken of iets. Dat hij denkt altijd heel erg na over wat hij zegt, ook in interviews. Altijd, en je weet gewoon, hij gaat nadenken. Hij had ook dansje de hele nacht met mij in kunnen zetten. Dat was Willy springt. Ja. Of, ja, dus het feit dat hij dit zei, dat is niet helemaal toevallig. En hij nam de tijd ook om erover na te denken, want het publiek moest eerst stil worden. Maar goed, het is nog even afwachten of hij voor 1 of 2 seizoenen gaat bijtekenen. Dat komt later, ze zijn daar nog mee over in gesprek, maar... het is, en je zag het gisteren, ik zag het ook. Je zag het met Boekhoorn, je zag het met Carlos Albas, met hoe ze met elkaar zijn. Dat is van denk ik ook belangrijk tegenwoordig. Hè? Want bij NEC, maar bij alle clubs heb je ook echt zo'n 5e kolonne. En die is er in Nijmegen ook als het niet goed gaat. Nee. Maar die heeft hij wel, die bespeelt hij ook goed volgens mij. Goed, we gaan het in de gaten houden. En er zal later, ik denk pas na de bekerfinale, dat daar meer duidelijkheid over is. Maar dit, het viel ook een beetje het niets gisteren natuurlijk. Hè? Want iedereen had het er eigenlijk niet eens over. Want het was alleen maar natuurlijk de winst op Vitesse. En dan hebben ze vandaag lekker vrij gehad. En morgen beginnen ze dan aan de voorbereiding. Want de generale komt eraan thuis PEC Zwolle. Tja. Ja, een ploeg wie in mijn optiek best tevreden mag zijn waar ze nu staan. Als ik zie met het materiaal wat ze hebben, toch? Ja zeker. Ja, nee, ze hebben het een beetje. Het is een beetje op en aan, heet het bij PEC Zwolle. Ze hebben op een gegeven moment, toen ze tegen NEC kwamen in de eerste seizoenshelft, toen zaten ze een beetje hetzelfde schuitje als NEC rond plek 10. Hè, misschien kunnen we de play-offs nog halen. Dat zit er nu denk ik niet meer in. Maar ze zijn wel zo goed als veilig. En ze moeten met 3 punten, zeggen ze dan altijd. Ze hebben er nu 31. Ja, dat ze die zondag maar niet halen, die 3. Nee. Maar, goed, die zijn wel veilig. En komen niet meer in gevaar. Die gaan ook niet echt weer meedoen om de play-offs. Dus die spelen een beetje voor spek en bodem nog mee. Ja. Remco, jij zat in Zwolle ook op de tribune toen. Was ik ook. Daar had Zwolle niet zo heel veel te vertellen, toch? Tegen NEC. Nee, maar ik vind PEC Zwolle wel. Ik vind het altijd wel een gevaarlijke ploeg. Ik weet niet, als PEC Zwolle denk ik toch altijd gedurfd voetbal. En die komen hier zeker niet om voor een puntje, denk ik. Die willen zich heel snel echt veilig spelen. Zeker in dit stadium. Dus je zult weer gewoon op je hoede moeten zijn. Wat voor wedstrijden zijn dat zo vlak voor de bekerfinale? Want je wil geen blessures oplopen. Ik weet niet of er mensen op scherp staan met gele kaarten. Want dat speelt natuurlijk ook nog mee.
Ik weet niet, maakt dat heel erg uit voor de Beekveld? Als jij had, een aparte rood competitie. Rood wel, maar... Rood wel, maar je 50 gele kaart nee, niet. Nee, okay. nee, want ik wou nog zeggen... Oh, dan kunnen ze vol. Nou ja, nee, maar dat zal nou anders best wel meespelen. Maar ja, blessures, je wil natuurlijk niet een week voor de wedstrijd geblesseerd raken. En je ziet hoe lullig het kan gaan eigenlijk. Hè? Want de blessure waar Proper tegenaan loopt, waar Borges Sanchez tegenaan loopt, zijn eigenlijk gewoon hele lullige momenten. Niet eens met contactmomenten of zo. Dus ja, ik kan me voorstellen... Proper gaan eigenlijk? Ja. Jij noemt het nu, maar... Hij stond er gisteren wel bij, zag ik, samen met Bart van Rooij. Maar... En te springen, dus hij kon springen. Hij kon wel springen, ja, maar ik heb begrepen... Ik denk niet dat je daaraan denkt als je speelt. Ja, dat is wel natuurlijk een verhaal op zich. Al weken van, als ik maar wil ik erbij zijn, dit, dat, zus en zo. Maar ik denk op het moment dat je speelt, dan ga je volle bak. Dan moet je gaan, dan ga je echt niet inhouden, ook zondag niet. Want laat ik het omdraaien, je wil de 21ste spelen. Ja. Dus als jij half gaat spelen of op 90%. En dit is gewoon een hele belangrijke wedstrijd. Want je wil zo hoog mogelijk eindigen in de competitie. Ja. En deze wedstrijd moet je gewoon absoluut willen winnen. Dan gaan we maar eens een schot voor de boeg doen. Als we gaan kijken naar die wedstrijd zondag tegen PEC Zwolle. Twan, wat denk jij? 2-0. 2-0. Ja, Jasper houdt het schoon. En we hebben zoveel scorende spelers, zoveel scorend vermogen. Ook al doet Ogawa het niet. Of, er zijn altijd spelers die scoren. En misschien Remco zijn vriend nog wel in, dat hij nu helemaal in de flow is, Zontje. Ja, geef een beetje rijst de pap en zo. Nick, wat denk jij? Ja, terwijl ik wil eigenlijk ook 2-0 zeggen. Oh. Maar dat is een beetje saai als ik het ook ga doen. Hè. Dus ik ga... We zitten bij meer mannen, dus het wordt lastig. Ja, dat wordt heel moeilijk. Ja, ik denk ook wel dat Jasper het schoon houdt. Nou, dan zeg ik gewoon 3-0. Ja. 3-0. Beter. Remco? Ik zeg 4-1. Zo. Zo. Jij bent niet bang. Met Hoedemakers, Zoontje en die andere twee, maakt niet uit wie speelt. Ja. Dan hou ik het op 3-1. Ja, dat is niet nee. Clean sheet voor Silas. Ja. Maar maakt ook niet uit. Ja. Dat kan gebeuren. Penalty gaat erin. Ik denk dat hij eigenlijk wel blij is met een 4-1 of een 3-1. Ja, als je maar wint. Als je maar wint inderdaad. Dus. Goed, dan is dit alweer het einde van... het gaat zo snel, hè? Ja. Als je het over NEC hebt, je bent zo weer van de tijd. De tijd is zo om. Kunnen we niet verlengen tot 12 uur dit? We gaan zo meteen. Dat gaan we zo meteen gaan we verder. En dat is dan alles voor wat voor thuis niet is. Goed. We zijn er volgende week. Ja, we gaan langzamerhand dan toch opbouwen richting die finale. Volgende week een finale uitzending. En dan gaan we voorbeschouwen op de wedstrijd natuurlijk. De grote wedstrijd van het jaar. En dat doen we niet 1 uur. Nee, dat doen we 2 uur. Want ja, dat past allemaal niet in 1 uur. Dat kunnen we allemaal niet kwijt. Niet normaal. Niet normaal. Dus we gaan dan van 8 tot 10 gaan we voorbeschouwen op die finale. En natuurlijk ook nog wel even een beetje terugblikken op de wedstrijd van zondag. In de tussentijd houden de sociale media in de gaten. Dit wordt natuurlijk ook weer geknipt als podcast of videocast. Als je nieuw inschrijft en denkt, wat is er allemaal gezegd? Nou, vanaf morgen kun je dat allemaal wel weer terugluisteren. Ga ik eerst zeggen, dank jullie wel. Er is maar 1 versie van, geloof ik. Ja, er is maar 1 versie van. Dank jullie wel dat jullie wilden komen. Twan, jij succes natuurlijk zondag weer met de stip. Op de stip. Belangrijk natuurlijk, het amateurvoetbal. Kun je alles weer volgen. Langs de lijnen weer en alle doelpunten meekrijgen bij Omroep Bergendal. Remco, jij ook bedankt weer voor je komst. Ja, dank je wel. En succes met alles natuurlijk rondom het voetbal. En Nick, jij ook succes met de komende weken. Ja. Wordt druk, hè? Gaan we moeten aan de bak voor alles rondom de bekerfinale.